vrienden, elke keer als het toch begint te vriezen in Nederland. En dat weten jullie en dat weet ik. Dan begint het toch bij iedereen te kriebelen. Dan is toch gelijk dat gevoel daar. Van, gaat het toch gebeuren? Dit jaar, de Elfstedentocht. Dat is nou zo'n mooi Nederlands evenement. En wij willen dan ook allemaal dat dat weer een keertje gaat gebeuren. Maar ja, het is pas 15 keer, let wel hè. 15 keer maar in al de jaren geweest. En we kennen allemaal de winnaars nog zo'n beetje uit ons hoofd. Dat weet ik zeker. Ik bedoel, Jeen van den Berg van heel vroeger. Dat wist ik als kind gewoon. Reinier Paping. Wat een naam zeg. De man zul je nooit vergeten. En wat denk je van Evert van Bentum? Ook een legende voor altijd. En die Angenent met zijn spruitjes. Dat blijft voor altijd bij je. En die herinneringen, die maken we met elkaar. En dat kan via zo'n Elfstedentocht. Want dat is nou echt een evenement van Nederland. Daarmee zeggen ze in het buitenland, moet je die Nederlanders zien. Ja, en dat mogen ze dan ook zeggen. En we zijn daar ook trots op die Elfstedentocht. Dat schaatsen, ja, eigenlijk de schaatsen kan wel gestolen worden. Schaatsen als sport verder is ongelooflijk saai. Maar niet de Elfstedentocht. Dat is totaal iets anders. Dat staat helemaal op zich. En nu, wat hebben we nu dan, vrienden? Iedereen gaat nu door die kou heen, daar in Nederland. Ja, ik gelukkig even niet, maar jullie gaan allemaal door die kou heen. En dat wil je best doen als je ook maar de wetenschap hebt dat uiteindelijk die Elfstedentocht dan ook wordt verreden. En nu zegt iedereen ineens van, oh, maar dat kan niet. Er komt geen Elfstedentocht. En dat is of het kabinet, of ik hoor ook die geluiden uit Friesland. En denk, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat nou? Het is 24 jaar geleden dat die voor het laatst gereden is. En nu doet de kans zich voor. Stel je voor dat het blijft doorvriezen. En het wordt min 20 en weet ik veel, het ijs wordt zo dik. En al die ijsmeesters die kunnen ongeveer thuis blijven, want die hebben we niet nodig. En niks meer dat geneuzel over slootjes. En het hoeft helemaal niet geprikt te worden, nee. En er hoeft ook geen scheepvaart meer te worden stilgelegd. Want het kan niet meer, want het ijs wordt gewoon zo dik. Nou, en wanneer gaan we dat dan weer zien? Dat weten we niet. Wanneer gaat dat weer komen? Dat weten we niet. Dus nu komt dat langs. En nu moet er gewoon een Elfstedentocht komen. Vergeet gewoon even al die mensen die alleen maar voor zo'n kruisje meedoen. Al die schaatstoeristen. Hey, die doen dit keer gewoon even vanwege de corona niet mee. Weg ermee. Alleen de wedstrijdschaatsers het ijs op. TV erbij. Niet te veel toeschouwers toelaten. En we gaan hem rijden. En dan krijgen we een winnaar. En die zullen we ons altijd blijven herinneren. Want dat was die Elfstedentocht tijdens de corona. Weet je nog? Dat is het. En dat gevoel, dat leeft denk ik bij heel veel mensen. Iedereen wil gewoon dat die Elfstedentocht wordt gereden. En daar in Friesland, hou op met dat geneuzel. Pak aan en ga het doen. En ik wil alleen nog maar die prachtige woorden horen. It giet on!